Goedenavond, beste medewerkers van de pers, bonsoir à tous. KSK Heist Brussels, eindigt op 0-2. Dus KSK Heist Brussels, resultaat 0-2. Germain Ledeus, entraîneur. Voor Brussels zijn we Didier Benie. Voor KSK Heist is dat Sis Boschaerts. Zij gaan hun mening geven over deze partij. Eindigt dus op 0-2. Ze donnen nu daarvoor de parole aan Monsieur Benie. Bonsoir. Moi, ce que je peux dire, c'est que oui, on est content avec les trois points. Ça n'a certainement pas été notre meilleur match au niveau technique. Je crois que les conditions étaient assez difficiles. Je pense que le terrain a subi quand même pas mal de pluie la semaine et c'était pas facile de jouer au ballon pour les deux équipes, je pense. Mais bon, moi, ce que je retiendrai, donc, c'est les trois points et c'est une réaction très positive de mes gars. Après la défaite 1-0 à Mouton, j'avais demandé une réaction, j'avais demandé certaines choses, mais mes gars ont essayé d'appliquer ce que j'ai demandé. Surtout un peu plus en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Je pense que le ballon est tombé pour nous, il faut être honnête aussi, je crois que Ace touche deux fois la transversale, donc à un moment ça aurait pu tomber pour eux, je crois qu'ils ont eu des occasions aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, la première équipe qui mettait un but avait beaucoup de chances de l'emporter, et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis très content que ce soit le FC Brussels qui est marqué en premier lieu. Et surtout la réaction, comme je l'ai dit, de mes gars. Et maintenant, bon, ça va être un peu les congés. Voilà. Oké, okay, merci voor de reactie en felicitaties. Merci. Dan geef ik nu het woord aan Sis Boschaerts, trainer van KSK Heist. Merci, felicitaties. Merci aan vous et aan Brussels. We hebben vandaag gestreden en verloren. Ik kan geen enkele van onze spelers iets verwijten, ook de mensen die ingevallen zijn niet. We hebben als ploeg gespeeld. We hebben ons 100% ingezet, of misschien zelfs meer. Maar het zat ons ook geen grijntje mee. Didier zegt dat de bal niet voor ons gevallen is. En dat is inderdaad zo. Een van de grote uitblinkers van deze wedstrijd, Glenn Neven, treft inderdaad twee keer de dwarslat. En daar hadden we dus kunnen scoren en mogelijk een optie nemen op de overwinning. In de eerste helft vond ik ons de betere ploeg. En we lieten dat ook zien met een aantal corners al in de eerste vijf minuten, goed getrapt door Yannick Rijmans. We stonden weinig kansen toe. Rafael Thijs kreeg wel een paar keer terecht applaus. Maar in feite moesten we niets toestaan qua kansen de eerste helft. En waren we dus doorlopend meer op de helft van Brussels aan het spelen. Zodat een kleine voorsprong toch gerechtvaardigd had geweest, denk ik. Maar dan worden we onthoofd vlak na de rust. Een beetje spijtig balverlies en Kurt van der Hoorn die zijn tweede gele kaart pakt. Zodanig komt er natuurlijk veel meer ruimte voor de tegenstrever en die gaan ze dan ook benutten, alhoewel ze twee stilliggende fases nodig hebben om te scoren. Het is een beetje ongelukkig die eerste goal. Siani trapt hem heel scherp indraaiend, hij botst nog, maar hij wordt door niemand geraakt. En hij gaat dan de tweede paal binnen. Ook de tweede goal, eerst nog een gele kaart voor tijdrekken en dan na lang de palaver toch binnengekopt die corner. Dus twee stilstaande fases, dat is een beetje jammer. En het is in goede en kwade dagen dat we het moeten doen en samen doen. Het is spijtig dat sommige mensen in die kwade dagen een beetje hun gezond verstand verliezen. We moeten realistisch zijn en we staan er absoluut niet goed voor. Maar ik denk dat we absoluut niet in de situatie zitten om nu de handdoek te gooien. De spelers hebben getoond dat ze er willen voor knokken tot de laatste snik. We hebben er samen voor gevochten. Niemand valt iets te verwijten. De wedstrijdomstandigheden zaten ons diep tegen en we verlieren een belangrijke wedstrijd. En we zullen ook na een nieuwjaar een aantal geschorsten hebben. Maar toch gaan we de rug richten en proberen uit dit dal te klimmen en waardig KSK Heist blijven verder verdedigen. Dank u wel voor deze reactie, Sis Boschaerts. Zijn er vragen via de question aan de monsieur? Ik zie geen vragen. Dan sluit ik de persconferentie hier af en wens ik jullie een behouden thuiskomst.